Hallo, ik ben Dirk en dit is Moreno. Wij heten u van harte welkom in onze macaronshop Amacarons. Wij zijn Amacarons, ik en Moreno runnen de zaak. Wij maken artisanale macarons in verschillende smaken. We hebben ondertussen al een 40-tal smaken, zowel hartig als zoete smaken. Wij doen dat al van 2011. Daar is het feitelijk begonnen in onze koffiebar in Beveren, waar wij die macaron schonken bij de koffie aan de klanten. Na 2 maanden hadden wij gezegd, omdat het product nogal vrij moeilijk is om te maken, gaan wij die macaron weghalen bij de koffie. Natuurlijk begonnen onze klanten te klagen, waar blijft die macaron? Hè? Die was zo lekker bij de koffie. En dan hebben wij een klein beetje een lijn uitgebouwd, dus doosjes, mooie doosjes gaan halen. Meer macarons, meer smaken. En het bleef echter daar niet bij. Er zijn een buur delicatessenzaken en bakkers op afgekomen om onze producten ook af te nemen. Wij zijn nog vrij recent nu opengegaan, dus dat wil zeggen vorige week zaterdag, 23 maart. We staan nu in het winkelgedeelte. Dit is een beschermd gebouw met heel mooie infrastructuur. Dus dat leende ook goed om onze macarons te verkopen. Het voordeel is ook dat de klanten ook bij het binnenkomen direct het atelier kunnen bekijken, waar dat Morena dan bezig is met het maken van de macarons. Dus dat is ook altijd een extra item dat een voordeel heeft. Macarons feitelijk is al een product dat in Frankrijk door een patissier in 1939 is vervaardigd en dat nu het laatste jaar feitelijk bij ons aan het overwaaien is. De artisanale macaron zoals hij echt zou moeten zijn, die wordt feitelijk echt handmatig ambachtelijk gemaakt en dat moet een zacht koekje blijven, waar ook de vulling die er wordt tussen gedaan in het koekje moet trekken, dus dat het heel goed van smaak is. We hebben van alle smaken, dus de traditionele smaken zoals bijvoorbeeld chocolade. Maar je kan ook bijvoorbeeld, een uitschieter is bijvoorbeeld chocolade met ajuin. Er gaat wekelijks ook een speciaal soort macaron dat voor de klant er gaat uitspringen. Dat ze zeggen, dat wil ik wel eens proeven. Dus je kan er feitelijk alle kanten mee op. Dit was Amacarons uit Sint-Niklaas. Tot morgen.